Je denkt wel eens van wil ik dit? Is dit wat ik wil? Maar natuurlijk, het is nog steeds hartstikke leuk. En ik kom op heel veel mooie plekken. En Brest is een hartstikke mooie plaats en omgeving. Dus ja, daar vermaak ik me ook heel goed. Dus het is gewoon, ja, je weet dat het voor nu is. En ik handel niet mijn hele leven. Molenaar naar Dulfer. Ruimte in het midden en ruimte bij Freriks. De Drentse opent te scoren in Almere. De cirkelspeler uit Emmen scoorde gisteravond in het tenue van de nationale ploeg de 1-0 tegen Portugal. Freriks speelde met Oranje het EK-kwalificatieduel in eigen land. En dat was alweer even geleden. 3 maanden geleden was ik voor het laatst in Nederland. En nu dan weer een paar dagen, of deze week met het Nederlands team. Tussendoor kan ik een paar dagen naar huis, dus dat is wel lekker. 1,5 dag thuis en de rest van de week op Papendal in Almere. En aankomend weekend EK-kwalificatiewedstrijd 2 in Finland. Door haar profleven ziet Freriks haar ouders, broer en vrienden weinig. Nou, soms komen ze naar Brest toe of naar andere uitwedstrijden. Dus dat is wel leuk. Maar ja, niet heel veel tijd. Maar nu was het ook de voorbereiding. Weet je altijd, oké, heb je niet zo heel veel tijd. En nu zijn we natuurlijk nu in Nederland. En dan straks is weer het WK. Dus dan hopelijk ook weer wat tijd om langs Emmen te gaan. Tuurlijk, je denkt wel eens van wil ik dit? Is dit wat ik wil? Maar natuurlijk, het is nog steeds hartstikke leuk. En ik kom op heel veel mooie plekken. En Brest is een hartstikke mooie plaats en omgeving. Dus ja, daar vermaak ik me ook heel goed. Dus het is gewoon, je weet dat het voor nu is. En ik handel niet mijn hele leven. Freriks is bezig aan haar tweede seizoen in Frankrijk bij Champions League Club Brest. In jaar 1 moest de oudspeelster van ENO veel geduld hebben. Vorig jaar toen speelde ik bijna niks in de avond omdat we met z'n drieën waren. Dit seizoen zijn we met z'n tweeën dus op mijn positie, dus dat is wel fijn. Ik krijg wel meer tijd en, om te spelen in de aanval. Maar het kan beter en ik wil natuurlijk ook graag meer spelen en ook echt van waarde zijn en het team helpen. Helemaal tevreden in Noord-Frankrijk is Freriks nog niet. Bij Brest is de Franse international Paulette Fauxpas haar concurrent. In Oranje speelt de Emmense gelukkig een grotere rol. Van Maurik op Freriks. De 35e van Nederland. De tweede van Freriks. Ja, natuurlijk. Het is nog steeds natuurlijk een andere rol die je hebt. En ik kwam natuurlijk van Dortmund waar ik heel veel speelde en een grote rol had naar Brest. En het eerste jaar een beetje aftasten. Hoe is het daar? En nieuw, alles nieuw. Dus dan ja, is het ook allemaal wel goed. En dan nu het tweede jaar denk ik, ja, ik weet dat ik het ook gewoon kan. En ik wil gewoon graag een grotere rol hebben. Het gevecht ga je nog altijd aan. Ja, want daarvoor zit je natuurlijk ook wel, daarvoor speel je handbal. Daarvoor zit je in het buitenland. Het is ook goed dat je die motivatie hebt en dat je iets hebt waar je het voor doet. En dus het heeft ook wel weer iets. En je wil natuurlijk ook concurrentie hebben, want daardoor word je ook alleen maar beter. Tot wanneer loopt dit contract in Frankrijk? Dit seizoen nog. Dus na het seizoen. Ik ben nu aan het kijken wat wil ik. Wil ik blijven? Ga ik op zoek naar wat nieuws? En daar ben ik op het moment mee bezig.